Waterscouting Miguel Pro vreest dat ze vanwege een mogelijke toekomstige wijziging in het bestemmingsplan van de haven misschien weer moet verhuizen. Zaterdag 6 april ging het vaarseizoen van start. CDA-politicus Scott van den Broek nam polshoogte. Ik was gevraagd door een van de scoutingleiders om even te komen kijken. Vandaag is de opening van het seizoen. En ik dacht, ik ga daar gewoon op in. Ik ga eens even kijken wat ze hier allemaal doen, wat de situatie is. Want ze vrezen dat ze uiteindelijk moeten vertrekken. In verband met een bestemmingsplanwijziging hier op de haven. En dat het allemaal zware industrie zou worden. Dus ik dacht, ik ga even een kijkje nemen. Hoe is het dan dat zo'n politicus die je hebt uitgenodigd hier uiteindelijk toch komt om even te kijken? Hartstikke leuk, want uiteindelijk proberen wij een scoutingspel te spelen. En dat spel laat zich slecht uitleggen. Dus de enige manier om het goed te laten zien is hopen dat ze langskomen. Dus we zijn blij dat, dat Scott gekomen is om hier de dag mee te maken. Want ja, Scott gaf het al een beetje aan, jullie moeten misschien hier weg. Hoe ernstig is die kwestie voor jullie? Nou, op dit moment, het is niet acuut. We liggen in de Nieuwe Haven. Dat wordt mogelijk een industrieterrein. Nou, en scouting is recreatie. En recreatie op een industrieterrein is niet de meest logische combinatie. Nou zijn er wel logische combinaties mogelijk. Maar dan zijn er andere plekken in Arnhem. En dan moeten we kijken of dat een plek is waar we naartoe zouden kunnen. Dat weten we nog niet. Maar daarvoor zijn we in gesprek. We zijn nu net bezig ook met de gemeente om het eerste aanzet te geven in het visiedocument voor het nieuwe bestemmingsplan. Sorry. Maar tot die tijd blijven we hier liggen. Want het is een prettige plek om te liggen. Een mooie plek. Kinderen kunnen mooi roeien en zeilen. Goed bereikbaar. Dus voorlopig hoeven wij niet weg. En wat zou voor jullie de ultieme oplossing zijn? Zou dat hier zijn of zou dat ergens op een is er nog een betere locatie voor jullie? Dat zijn er twee. Als je kijkt naar de vaarveiligheid, zou een andere plek beter zijn. Want het is toch een industrieterrein met een hoop boot en een hoop beroepsverkeer. Dus dan zou bijvoorbeeld de Meinerswijk een logischer locatie zijn. Maar dan moet dat wel ontsloten worden. Je moet natuurlijk vanaf de plas Meinerswijk wel kunnen naar de Rijn kunnen. Nou, dat is op dit moment nog niet in het plan opgenomen. Dan lig je ook iets dichter bij een woonwijk, iets dichter bij je potentiële leden. Dus dat zou wel fijn zijn. Waar kan de politiek bij helpen? De politiek kan helpen bij het maken van heldere keuzes. Een keuze waar je zegt van het ene stuk is industrieterrein, het andere stuk is recreatie. Wij vinden dat de scouting plaats hoort of industrieterrein, maar dan wel met ruimte voor recreatie. Dus een helder bestemmingsplan. Dan wel inderdaad zeggen, je moet toch dichter inderdaad bij de recreatie en bij een woonwijk liggen. Maar heldere keuzes en niet de keuzes blijven uitstellen en blijven nadenken en blijven plannen maken. Maar gewoon heldere keuzes maken. Ja, Scott staat hier. Wat zou je tegen hem of tegen de andere politicus van Arnhem willen zeggen? Dat is een gewetensvraag. Wat ik eigenlijk zou willen zeggen is dat er in alle plannen die ze willen maken eigenlijk altijd ruimte gehouden moet worden. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar eigenlijk ruimte zou moeten zijn voor recreatie en zeker voor de jeugd. Arnhem is natuurlijk een hele mooie stad. Stad aan het groen, in het groen, aan het water. En op het moment dat je recreatie hebt voor de jeugd aan het water, moet je daar de ruimte voor houden. En moet je niet dat in een soort van onaardig gezicht in een verdomhoekje, zoals je nu aan het eind van de haven zit, daar zou je eigenlijk een keuze voor moeten maken. Wij vinden dat belangrijk en we gaan een deel van onze bestemmingsplannen daarop inrichten dat daar altijd ruimte voor is. Je hebt nu het verhaal gehoord. Wat zou je voor de waterscouting kunnen doen als je nu zo even snel iets moet bedenken? Nou, ik neem het sowieso terug mee naar mijn fractie. Dit is natuurlijk een vereniging. En een verenigingsleven is in alle opzichten altijd belangrijk. Zeker als je ziet wat voor een ledental deze vereniging heeft. Die hebben 30 leden, variërend van een jaar of 8 tot 25 richting de 30 jaar. Dragen heel veel bij aan de ontwikkeling van deze kinderen. En dan is het denk ik belangrijk dat, mocht het inderdaad zover komen, dat er eventueel een verwijdering van deze locatie plaatsvindt, dat we mee gaan kijken, zijn er alternatieven mogelijk? En dat moeten we als politiek met z'n allen gaan doen. En dan is het handig dat je hier op zo'n dag bent komen kijken. Dan heb je wat meer wat binding met die club. Heeft God net een reactie gegeven. Zie je iets in die mogelijkheden die net zijn voorgesteld? Nou, voor mij is dit precies zoals Bernd ook al aangeeft. Het is nog niet acuut. Dus ik heb me ook nog niet zo ver in die materie kunnen verdiepen. Dus daar kan ik op dit moment ook geen uitspraken over doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we daar oog met z'n allen ophouden. En kijken wat inderdaad geschikte alternatieven zouden kunnen zijn.